Of uw worstlust. Ja, de worst, ja. Een goede rookworst gaat er bij veel Brabanders wel in. Maar hier bij Unox in Os ontwikkelden ze afgelopen 4 jaar een vegetarische variant. Ja, je ziet het al, hè? De kleur van de vegetarische worst is echt een stuk anders. Hij bestaat uit plantaardige oliën en eiwitten uit erwten. Er zit gewoon iets minder smaak aan. En de structuur is ook heel anders. Hoe smaakt hij? Hij smaakt goed, meid. Goed. Ja? Ja. Niet anders? Ja, wel. Maar goed, moet ik ook niet zeggen. Nou, de klassieke natuurlijk. Unox zegt bij de vegetarische rookworst dezelfde kruiding gebruikt te hebben en hetzelfde rookproces toe te passen. Ja. Ja, toch een stukje beter. Maar ja, proef je dat nou ook als je niet weet dat dit de vegetarisch is? Dat is de vraag. Of je worstlust, vegetarische dan? Ik weet niet, deze is wel smeuig, maar die is hartiger, vind ik. Die laatste die u had, die u minder lekker vond, dat is de vegetarische worst. Die is nieuw. Ja, ja. Maar die is lekker, ja. De echte is beter. Dit is een vegetarische worst. Dan wil ik hem eigenlijk helemaal niet hebben. Lijkt het een beetje op een gewone worst? Ja, dat wel. Hij is iets minder zout. Maar als je in de winkel komt, zou ik toch voor die gaan. Ja? Ja. Gewoon omdat het wat gezonder is dan? Ja, alle biertjes helpen. U gaat voor de echte worst, denk ik dan, hè? Ja, ons vrouw ook. Dat hoef ik niet precies. Dat staat erop, meneer. Nee, dat moet eraf. Dat moet eraf, hè? Bang dat de vrouw kijkt. Helemaal niet. Want die is wel meer gewend. Ja, zo'n worst is wel gewend. Dank u wel. Veel plezier, ook thuis. En jullie succes verder. Dank u wel.